Yo. Oké, okay. Sinds wanneer kan de voordeur van het politiegebouw op slot? Goedenavond. Goedenavond.
We zoeken naar de juiste voertuig. Zo. Lekker kontje. Pak jij me de kar of zo, wat doe je? Jazeker. Wat? Wie heeft hier zo'n verschrikkelijke luide scrollknop? Angelo. Ben je daar weer? Hallo. Ik hoorde mijn naam. Wat? Ja. Ik heb een luide scrollknop. Scrollwiel. Ja, ik. Het klinkt een beetje als zo'n standaard Acer Mouse. Nee, stil. Ik weet dat. Wat was ik kind aan het doen als ik mag vragen? Mijn hond aan het knuffelen. Nou, het krabbelen op zijn kont. Ja. Dat zijn dingen die je moet doen, hè? Ja, zeker. Het zijn verplichtingen die je hebt, hè, als je een hond hebt. Ik heb meer een soort van... Wow! Nee, het is wel een hond. Maar het is een beetje dom.
Abraham? Jij bent dom, hè? Ja. Ja, beetje dom, hè? Ja. Jawel, wat is dat voor een hond dan? Engelse cocker spaniel. We hebben er twee, eentje beneden. Okay. Engelse... cocker spaniel. Ah, hier. Spaniel, ik moet ook zeggen. Ah, deze ding, mijn vriend heeft dat ook. Echt hyperactief hond van hem. Die hond valt wel mee. Alleen die van ons, eentje, we hebben er eentje die beneden. Die is gefocust op de bal, dus die gaat niet, die wil met alleen maar met de bal spelen. En deze is, ja, die wil eigenlijk alleen maar een beetje bij iedereen zijn en zo. Maar die is niet zo slim. Mooi. Zeker. Ik wil ook een hond, maar ik mag daar niet. Wat? Ik wil ook een hond, maar ik mag daar niet. Gewoon kopen. Gewoon kopen. Ja. Als mama ook geen hond, dat ik een keer een hond gekocht had. Ja, ik ben 15. En dus? Ja, wat denk jij van de hond? Ik was 17 toen ik ze kocht. Toen ik er twee gekocht, toen kwam ik met die puppietjes aan. Zei ze, wat de fuck moet ik daar nou weten? Ik nou, die gaan we houden. Eerst was ze niet, vond ze het niet leuk en daarna dacht ze van, nou ja, dan maar wel. Nee, zij wil dat wel, maar zij wil een hond dat agressief is. En dat wil ik niet. Ik wil gewoon een mooie hus. What the fuck? Waarom wil ze een hond die agressief is? Zij wil dat beschermt als er dieven zijn ofzo. Ja, dat kan je toch ook gewoon weer met een puppy doen. Met zo'n, zo'n rat. Dit ding dat ik dat ook niet ga buiten laten. Nee, dat zeiden wij toen ook. Zei, ja, we laten ze wel uit, oh wee! Ja, nee. Dat gebeurt toch nooit. Godverdomme. Als ik dat wil ik dan, als ik dat ga doen, ga ik dat ook doen. Maar die geloven mij niet. Ik snap niet waarom ze jou niet zullen geloven. Ja. Hebben ze daar redenen voor dat ze jou niet geloven? Ik ben een slechte... Oh! Ah! Oh. Roet! Niet echt. Die denk ik denk maar niet. Maar gewoon. Maar dan heb je vast een strafblad met van liegen. Nee. Je staat op hun radar. Nou, maar waarom zouden ze die dan niet geloven? Want ik ben best wel laag soms, maar... Ja. Huh. What the fuck? Ma! Get the camera! You raise me up. So I can say... Ik had gezien op tweedehands ooit. Er was dat iemand verkocht een hond voor een bedrag en mensen waren daarop aan het bieden. Hoe de fuck? Ja? Gewoon bieden op een hond. Je gaat niet hoe duur honden zijn, joh. Oké, stel dat ik de juiste hond afhalen. Ja, ja, kunnen we de prijs bespreken, dat is toch raar? Nee, ik kijk even onder de banden. Zijn poten omhoog. Kijk of er allemaal goed onder zit. En als er roest op zit of zo, dan moet je gewoon minder bieden, toch? Ja. Stel je bij een auto, you know? Wat denk je als de APK bijna verlopen is? Ja, als de APK bijna verlopen is of het de blanke lak afvalt. Ja, ja, het is allemaal gewoon dingen waar je op moet kijken, hè? Ja. Ja. Wegenbelasting. Ja, dat is wel duur, hè. Ik heb wel gelijk, dat is wel duur een hond. Ik zal dat ja. wel zelf kunnen betalen. We hebben nu niet een speciale honden, die kost al 1250 euro per stuk. Per stuk, hoor. Per stuk, ja. Je moet dus vragen 1 plus 1. Ja, dat kon, maar dat ging niet, helaas. Had ons papa vast wel over gevraagd, man. Heb jij een vrouwelijke en mannelijke? Wat? Heb jij een mannelijke en een vrouwelijke op? Nee, twee mannen. Ah, leg je ons een vrouwelijke en mannelijke op. Nee, dat kun je. Dankjewel. Nee, hoor, er komt nog bloed om uit. Dat hoeft niet. Ja, hoor. Wie is je moeder is daar? Is dat jouw moeder, Arie? Nee. Is dat Arie, niet Angelo?